Nou, wij zijn een sportmedisch adviescentrum en we hebben een heel gevarieerd publiek. Dat varieert van topsporters tot chronisch zieken. En topsporters, bijvoorbeeld hardlopers, wielrenners, maar ook teamsporters zoals voetbal, hockey, et cetera. Die komen met name voor blessures, hè. Dus bijvoorbeeld knieklachten bij marathonlopen. Daarnaast zien we ook mensen voor een preventieve keuring, zoals bijvoorbeeld hier nu voor de Mont Ventoux. Want het kan bijvoorbeeld ook een huisvrouw zijn van de jaren 50 die denkt van nou, ik wil toch wel weer eens gaan sporten en hoe kan ik dat het beste aanpakken en is het wel veilig voor mij? En dat soort mensen zien we ook heel erg vaak. En verder zijn de chronische zieken een hele belangrijke groep patiënten van ons. En dat varieert van mensen naar een hartinfarct of naar een hartoperatie, mensen met chronische longziekte, mensen met die behandeld zijn met kanker om weer zo goed mogelijk te herstellen. En dan de sport eigenlijk in te zetten om zo goed mogelijk te kunnen weer functioneren in het dagelijks leven. Tijdens de fietstest meten we een aantal zaken. Het is belangrijk om eerst de fiets goed af te stellen. De zadelhoogte, het stuur kan naar voren en naar achter. Ook, het stuur kan ook naar boven of naar beneden. Dat is allemaal instelbaar. We hebben ook klikpedalen, zodat de mensen hun eigen schoenen kunnen gebruiken. De bloeddruk wordt gemeten om de paar minuten. We meten het hartfilmpje. Dat wordt eerst in rust gemaakt door de assistenten. En als dat goed is, kunnen we fietsen. En tijdens het fietsen wordt het continu gemeten. We zien er een aantal zaken op. We kunnen zien of er zuurstoftekort is van de hartspier en hartritmestoornissen. Dat zijn de belangrijkste zaken die zichtbaar zijn op ECG. Daarnaast heeft hij een kapje op. En dat kapje dat meet de zuurstof en de koolstofdioxide. We kunnen dus de maximale zuurstofopname meten, dat is een maat voor de conditie. Met de verhouding tussen het zuurstof en de koolstofdioxide kunnen we bepalen waar de verzuring optreedt. Daarnaast hebben we nog een metertje voor op de vinger, dat is de saturatiemeter en die meet het zuurstofgehalte in het bloed.